In Turkije willen we nog heel graag een uurtje nazitten met de gitaar. Dat gebeurt regelmatig. Maar die bewuste reis zijn we dus 's nachts vanuit de discotheek in de lobby beland. Toen heb ik ook aan René gevraagd van, joh, pak alsjeblieft je gitaar. En we gaan heerlijk liedjes zingen. En we zijn daar in de lobby gaan zitten 's nachts. En wat begon met een klein clubje van 6, 7 mensen, dat groeide al snel uit tot een club van een man of 30, 40. Ja, dan moet je je voorstellen dat je 's nachts om 2:30 in Turkije zit in de lobby. En dat daar een club jongens bij is met overdag hele opvallende groene badjassen met een spreuk daarop. Het leven is als een frikandel, maar je moet het zelf speciaal maken. En ja, we kregen het eigenlijk daardoor over tegeltjeswijsheden. En er gingen links en rechts wat spreuken over de tafel heen. Een van de gezegdes van René was nog, een man zonder buikje is als een flat zonder balkon. Ook nog steeds een kreet waar ooit eens een keer een liedje over gemaakt zal gaan worden, denk ik. En ja, ik had een lekker slokkie op en ik zei op een gegeven moment, ik ken er ook nog wel eentje, liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. René maakte daar op dat moment eigenlijk een heel kort riedeltje bij. En het enige wat daar s'nachts nog tot in den treuren uitkwam was, liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. En dat was het eigenlijk. Meer was het ook niet. Dat hebben we denk ik wel 60, 70 keer gezongen met z'n allen s'nachts in de lobby. En René en ik zeiden tegen elkaar, joh, we gaan morgenochtend om 10 uur bij het zwembad zitten. We gaan het liedje schrijven. Alle puzzelstukjes vielen in elkaar. En het was eigenlijk de bedoeling om dat liedje 's avonds in de show te gaan doen. Maar op de een of andere manier, want het was een Duitse show, dat vergeet ik ook nooit weer. Er is ook nog wel ergens een filmpje van verschenen op YouTube. Maar er is een filmpje op social media beland. En eigenlijk is het liedje al gaan groeien terwijl we nog in Turkije zaten. Want er was zoveel vraag naar het liedje. Dat wij vanuit Turkije de platenmaatschappij hebben gebeld. De studio hebben gebeld. En hebben gezegd, joh, als we terugkomen, dan nemen we het op. En het was eigenlijk al een beetje een hit voordat wij überhaupt terugkwamen in Nederland.